In deze video gaan we weer zo snel mogelijk korte Mario challenges proberen uit te spelen. We gaan alleen maar S-tiers halen in Super Mario Bros. 3 in Nintendo World Championships, de NES Edition. Dus doe je duimpje omhoog, gooi jouw beste tijden in de comments en abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Let's go guys, we gaan naar ondergrondse muntenjacht. Dat betekent dat we deze munten zo snel mogelijk moeten pakken. Ja, dit vind ik dus lachen om hier World Records bij te zetten. Ik heb geen idee hoe snel dit moet. 2,35. Bam, dat is een S-tier. Onder de 2,40. Kijk of ik dit nog kan verbeteren. Kijk, Mario vind ik wel leuk om te doen, man. 2,25. Bam. Zie je? Ja, nice. 2,25. Pak het superblaadje. Die zit hierin, hè? Ja, bij de eerste stuk moet je maar één keer springen. Dat geloof ik niet. Eén keer? Dat betekent dat je hier de heuvel op moet rennen. Dat geloof ik niet. Dat kan niet. Dat zal dan twee keer zijn. Ja, 4,75. Kijk, dat is de S-tier. Oké, twee keer springen in het begin. En dan van de buis af, zodat je niet landt op die Goomba. En dan kom je bij de S-tier. Nice. Nou ja, hè? Heb ik hem nog een beetje aangescherpt. Vind hem nu mooi geweest. Hammerbro gevecht. Sla de vijand en pak de schatkist. Oh ja, deze. Die Mario 3 challenges, die zijn wel uitdagend, hè? Hoppakee, 0-1-3-31. Oeh, die was wel... Die voelt wel strak. Dan buis naar buis. Ga rechts de buis in. Ja, hier moet je ook gewoon bij die... Bij die website kijken eigenlijk. Oh, 203 is een S-tier. We gaan door met tijd voor Tanuki Mario. Anders kan dit ook natuurlijk. 356. S-tier. 1-1 er doorheen. Voltooi het level. Oh ja, je kon ook zo rennen. Dan kon je sneller. Dan kon je sneller, ja. Ik was net even aan het rennen. 2010 is niet super nice, maar is wel genoeg voor S-tier. Ik was een paar keer, stond ik ergens tegenaan te hikken, maar... Ja, I'll take it for now. Voltooi het level. Oké. Dan ga je wel lekker. Hier op de Goomba. En door... Dan het liefst ook op deze Goomba, maar dat lukt niet echt. Dan op die... Ja? Ja? Dit moet hem wel zijn, toch? 1985. Nou, niet heel veel verbeterd. Nou, de 3 seconden verbeterd. Kan nog beter, hoor. Als je de perfecte lijn vindt, maar dit is genoeg. We gaan nu deze doen. Boom, 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 boom. Boom, boom bij Lando gevecht. Waarom spring ik nou steeds mis? Of ik spring mis, of ik spring tegen hem aan. Wat is dit? Ah, 9,35. Jammer. Jammer wel, want ik had dat ding hoger kunnen pakken. Maar het is S-tier. Ik ben er blij mee. Ik vind hem wel mooi. Ik vind hem mooi voor nu. Door naar Larry. Larry, die gaat natuurlijk rondjes draaien. En nu? Dan komt dat stafje ergens hier. 10-13 is een S-tier in één keer. Je kan het nog sneller halen, denk ik, door nog hoger te springen. Ik moest even kijken waar het stafje kwam, maar gelukkig sprong ik goed. En door naar de volgende. Voltooi het level met die zon, hè. En dan precies tegen het randje van dat blokje ook, hè. Nou, echt die Goomba's, man. Of die... Troompa's. Ja. 1950. Esther, ik ben een keer geraakt. Dus zij kan denk ik echt met 15 seconden of zo. Maar de zon, die zoekt het maar lekker uit met zijn hoofd. Morton fight. Wat doet Morton ook alweer? Oh, die doet gewoon hetzelfde als Larry Berry. Alleen dan is het een iets ander leveltje. Ah, oké.
Het middelste kleine platformpje, of het middelste kleine houtje. Die heeft het. Die heeft dat ding. Daar komt de staf, bedoel ik. Roos van, dankjewel voor de follow. Ja! Oh, nu had ik hem echt heerlijk hoog, hè? 10-26. Ik denk dat ik hem de vorige keer sneller had verslagen, maar... pakt het stafje echt op de perfecte plek. Dit ging redelijk soepel. Oh, kikker. Kwiek met kikker, Mario. Waarom was die daar net niet dan? Hey, dankjewel voor de follow, Super Mario Bros. Nummertje 3, moet ik er wel bij zeggen. Superleuk dat je even op de follow-knop hebt gedrukt. Oké. Ja, 26-56, let's go, S-tier. Nu dan Wendy. Wendy die gooit zwembandjes. Maar als het goed is, gooit ze er maar één. En dan hebben we daarna gewoon 3 keer achter elkaar op de baccaroni. Oké, 9,76. Ik weet niet, toen ik haar met de tweede sprong raakte... dat was echt een hele goeie. Reusachtige race. Oh ja, dit is de giant level, ja. Ja! Dat is wel jammer dat ik geraakt werd, maar ik kom wel door die andere heen. Daardoor. Kom op! 20,95. Kijk! En stuur! Iggy Fight! Kom maar. Dat is een beetje een ongunstige plek, maar goed. 9,86. Nou, helemaal goed! Helemaal goed. Iggy in één keer. First try. Wie de schoen past. Voltooi het level als schoen Mario. Oh, ik moet naar links. Oh, dat is nieuw. Dit is wel een stuk sneller. Dit is echt wel een stuk sneller. Let's go! Ja! 34,81. Ik denk onder de 35 dan. Of misschien onder de 36. Dat is hem. De stieren zijn los. Nou precies, door naar de volgende. Man. Wat een... Het zijn er echt een hoop, gek. Ik dacht dat we dit allemaal wel zouden doen vandaag, maar... Maar het is niet lastig hoor, dit. Valt wel mee. Lijkt maar zo. Doe gewoon niet goed genoeg mijn best. Ja, kijk, nu kan ik wel doorlopen. En nu gaan we de S-tier pakken, jongens. Wat een sick idee. 1896. Oké, Roy. Wat doet Roy? Ja, ze doen volgens mij... Oh, hij doet grond laten pounden. Naar welke YouTubers kijkt Rick eigenlijk? Weet niet, moet jou Rick vragen. Eén. Ja, 10-06. Lekker. Sla de eindbaas en pak de toverbol. Ik dacht even dat je... Maar je bent wel Slytherin, denk ik dan, hè? Je bent wel Slytherin, boy. Ja. En spring. En door. En... Gooi die handel. Kijk, 28,35. We get it, we pakken ze wel, jongen. Die Mario 3 leveltjes, die pakken we wel. Die zijn soms wel lastig, maar ik heb wel meer controle dan met Excitebike. Oké, Lemmy. Kan ook niet geraakt worden door die ballen, zeker. Oké, ik wil even wat proberen of ik ook mijn A-knop los kon laten om daar boven op zijn hoofd te blijven, of niet. Oh, dit is echt heel snel, jongens. Dit is echt heel snel. Oh, 9,83.
Dit was echt heel snel. Pas op de plantjes. Oh nee. Oh nee. Zou dit een S-tier zijn? Ik ben wel geraakt. Ja, 1160 is genoeg voor S-tier. Ludwig, let's go. Ludwig. Jij hebt er zin in, hè? Ja, oeh, 893. Zo, dat klinkt snel, gek. Het wereldrecord is 866. Dus daar zitten we echt best wel dichtbij al. Ja, en deze... Hier moet je dus heel Mario 3 uitspelen. Of tenminste, wereld 1 uitspelen. Zat de delay op slechte timing inderdaad. Geeft helemaal niks, man. Geeft helemaal niks. Neem je niks kwalijk. Het is gewoon een stream, toch? That's how streaming goes. Zo, ik ging even als de brandweer daar. Misschien had je op die manier dat je dan ook die extra snelheid had of zo. Of ik bedoel dat je dan over die plant kan springen. Enorm vet en ook heel erg gelachen. Beetje Marvel op zijn hoogtepunt gevoel. Oké. Ja, wij gaan natuurlijk dinsdag. Heel nieuwsgierig geworden. Dat is jammer. Dat is heel jammer. Nu staan we weer gelijk. Ik loop weer voor. En ik heb een bloem, dat is top. Hey Panuti, hallo. Leuk dat je er weer bent. Oké, nu gaan we echt even ons best doen. We zijn bezig met de laatste challenge bij Mario Bros. 3. Dat betekent wereld 1 uitspelen. We liggen wel een beetje voor nu, dus dat is lekker. Niet zulke hele gekke dingen doen, gewoon rustig blijven. Chill uitspelen en dan verwacht ik dat je onder de 5 minuten moet komen voor de S-tier. We waren daar 8 seconden boven, dus grote kans dat we dat wel halen. Dit gaat ook al een stuk soepeler dan net. Gewoon chill blijven doorspelen nu. Dit is een goeie. Ook geen gekke animatie nu. Hoeveel kansen moet Ajax hebben? Oh, is het weer zo'n feest? Zijn ze weer zoveel beter, maar scoren ze niet? Ik ga weer voor de veilige manier. Geen zin om die jump te maken. Ik kan op zich wel een beetje vooruit spelen. En dan zo. En dan door. Kijk, we zijn echt een heel stuk sneller nu. Echt een heel stuk sneller. Oké, nou deze. Dit niet opfokken. Shit, kistje spant aan de andere kant, dat is jammer. Nou, niet op alle knopjes drukken. Dreten zegt, komt goed. Ja, dit ziet er soepel uit. Want het kasteel is ook niet zo moeilijk namelijk. Vind ik. Ik vind dit kasteel eigenlijk, of deze boot echt... Gewoon een beetje vooraan blijven lopen. Dus hier is niet zo heel veel aan. Af en toe op die dingen blijven staan, zodat ze niet schieten. Die kanonnen. Ja, ik had die bloem kunnen pakken, maar... Neem even genoegen met Tanunki. Oh,
Ah, shit, dit is wel jammer. Dit is wel zonde. Dit was niet nodig. Dit was niet nodig. Oké dan. Nou, echt, ruim een halve minuut sneller, denk ik. Rick, ben je een beetje goed in dit spel? Nou, dan mag je zelf bepalen. Ik vond dit wel aardig gaan op zich. Ik vond het niet verkeerd. En het stafje. Ja! 20 seconden eraf. 4,47 is de S-tier. Nice. Heel Mario Bros. 3 op S. Bam! Zo doen we dat.